ik bezin uw machtige. Pesach. Als het helemaal Pesach is, dan is de schoonmaak voorbij. Maar ik neem aan dat u nu luistert op een moment dat het nog geen Pesach is. En u zit misschien nog helemaal in de schoonmaak. Het is leuk als u de kinderen daar ook bij betrekt. En wanneer het eenmaal de avond voor Pesach geworden is en de chametz moet worden gezocht en het hele huis wordt nog een keertje bekeken, dan is het leuk om de kinderen, kleinkinderen, daar ook even bij te nemen. Purimvrouwtje heeft daar een aardig liedje op verzonnen. Ik mag het even voor u zingen. Ik zag twee snoeken chametz zoeken. Oh, het was een wonder. Overal, tot in de hoeken, korstjes, kruimels, zelfs in boeken. Pesach komt, chametz vrij, weer verlost uit slavernij. Nou, dat was dus een prachtig gedicht over Pesach. En nou gaan we even denken aan de sederavond en de sederschotel. En iedereen weet dat het beentje op de sederschotel herinnert aan het Pesachoffer dat eens gebracht werd en op sederavond werd gegeten. Maar er ligt ook een ei op de sederschotel. En het ei, waarom ligt er een ei? En het antwoord is dat op sederavond niet alleen maar vlees werd gegeten van Pesachoffer, maar ook nog van een feestoffer dat dan ook werd geslacht en gegeten. Alleen dan de vraag, waarom leggen we dan daar een ei neer? Want dat andere offer, dat was ook een zoogdier. En ook in die tijd hebben de zoogdieren geen eieren gelegd. Dus wat is de betekenis van dat ei op de sederschotel? En dat is al zo vaak opgemerkt. Een vraag in het Jodendom heeft verschillende antwoorden. En een paar van die antwoorden. Een ei. Stel, u neemt in de tussendagen van Pesach uw kinderen mee naar de kinderboerderij. En daar lopen van die kleine kuikentjes rond. En de kinderen vragen of ik wat leuk en mogen ze niet vasthouden en even aaien. Zo'n kuikentje, wat lief, waar komt dat vandaan? En dan juist ziet u daar een ei liggen, misschien met een kip erbij. En dan zegt u, ja, een kuikentje komt uit een ei. Daar kijkt de kind toch wel even van op. Want de kind heeft echt wel eens een keertje een ei gegeten. En als je thuis het ei open doet, dan zit er helemaal geen kuikentje in. En hoe zit er nu wel een kuikentje? Hoe kan dat dan? Ja, dat vraagt een kind. Dat vragen wij eigenlijk ook. Ja. Hoe is het mogelijk dat uit zo'n ei, net gelegd door een kip, een gegeven ogenblik, daar een kuikentje uitkomt. Zo compleet, met alles erbij. Het is onvoorstelbaar eigenlijk. We zijn er zo ongewend dat je helemaal niet bij stilstaat. Maar het is wel een steeds weer terugkerend godswonder. En dat hebben we met Pesach nodig. Het geloof wat we toen nodig hadden om uit Egypte weg te trekken. In de woestijn in, waar naartoe? Zonder eten, zonder drinken, behalve die paar matzes die we nog bij ons hadden. Het godsgeloof, ja. Om inderdaad te volgen, te gaan. En dat godsgeloof hebben we eigenlijk altijd nodig. En dat willen we op zaterdagavond dus benadrukken. En dat benadrukken we dus onder andere door dat ei daar neer te leggen. Dat is één verklaring waarom daar een ei ligt. Nog een verklaring is, een ei is als het ware voor de kip niet het eindproduct. Ja, wij pakken het ei om het op te eten. Maar nu even voor de vogel. Als de vogel ei legt, is de bedoeling dat er uit dat ei een kuikentje komt. Een nieuwe generatie. Bij zoogdieren, en af en toe ook bij ons mensen, is het moeder de vrouw die brengt het kind ter wereld. Dus de fase van het nog niet geboren zijn en daarna het geboren zijn van het kind. Maar bij een vogel is dat dus niet zo.
Bij een vogel heb je het moederdier. Dan wordt het ei gelegd. En daarna, uit dat ei, moet de volgende generatie voortkomen. Dat is ook een reden waarom we op de zijdertafel een ei hebben liggen. We vieren Pesach. Verlossing van ruim 3300 jaar geleden. Maar dat ei maakt ons erop attent. We zijn er nog niet. Als het ware een tussenfase. Zoals uit een ei uiteindelijk dat kuikentje komt. Zo zal uit de toestand van nu, na de verlossing uit Egypte, een volgende verlossing komen. Een nog grotere verlossing dan de verlossing uit Egypte was. Die mens heeft te gaan bij Eretz Mitzrayim, maar en dan in Flaot belooft God via zijn profeet. Ja. Ik zal jullie vergelijkbaar, maar veel meer dan dat, wat betreft de uitocht uit Egypte, uiteindelijk opnieuw verlossen. Daar is dus het ei ook een reminder van. Door naar het ei te kijken, worden wij ons van dit bewust. We zijn er nog niet, we zijn nog steeds onderweg. Een hele mooie gedachte wat betreft dat ei. We leggen op de zijdeschotel een hardgekookt of een gebraden ei. Het zal u misschien wel eens een keer gebeurd zijn dat u een rauw ei nam. En dat rauwe ei dat viel uit uw hand en het viel op de grond. Het was kapot, je kan er niks meer mee doen. Maar als een ei gekookt wordt, hardgekookt of gebraden, en dan zou het vallen. Er zit misschien wel een deuk in, maar het ei is nog steeds compleet. Ik meen, dat was de Chatam Sofer, een van de grote geleerden, die zei, ja, zo kan je eigenlijk de Joodse geschiedenis ook vergelijken. We zijn blootgesteld aan vuur en aan heet water. We hebben zoveel rampen en ellende ondergaan. Maar daardoor is het Joodse volk blijven bestaan. We zijn er niet happy mee. En we vragen Hashem, help ons eruit. Maar we zijn ons wel bewust dat dit toch bij onze Joodse geschiedenis hoort. En laten we alleen hopen dat dat dan niet meer hoort tot onze Joodse toekomst. Dus dat zijn allemaal gedachten die we kunnen hebben op zijderavond. Maar ook op de dagen die daarna komen. Toch nog even terug naar de zijderavond. We hebben dat ei en het beentje. We hebben nog andere dingen op de zijderschotel liggen. En onder een marooi. Maar ja, dan betrekken veel gezichten van dat marooi. Dat hoort niet tot onze hobby om dat te eten. En toch moet het. Toch moet het. En luistert u maar eventjes zoals u dan de kinderen kunt voorzingen. En op internet kunt u altijd het Poerimvrouwtje even downloaden. Ik zag twee uilen maroor huilen. O, het was een wonder. 86 slavenjaren toen wij in Egypte waren. Dan 10 plagen, toch door zee. Mirjam, Aaron en Moshe. En als het dan toch een beetje laat gaat worden, dan moet u wel bewust zijn dat het nog steeds geen tijd is om naar bed te gaan. En wat volgt daar dus nog op? Ik zag twee meeuwen zitten geeuwen. O, het was een wonder. Ook twee apen zag ik gapen. Toch geen tijd nog te gaan slapen. Uit Egypte land gered. Daarom lekker laat naar bed. Goed, dat mag u de kinderen allemaal voorzingen. We hebben gezegd, het ei is tussenfase. Er komt nog een toekomstige verlossing. En zo wordt ook gezegd dat de eerste dagen van Pesach gaan vooral over de uitocht uit Egypte. De zevende dag is de dag dat we de zee trokken. En er wordt uit de Torah dan ook dat deel gelezen van de doortocht door de zee.
met dat als Yashir Moshe, dat lied dat Moshe zong. En wat Dasha Mirjam en Mirjam, Moshe met de mannen, Mirjam met de vrouwen. Dat is wat er dus gelijnd wordt. De achtste dag, die staat in het teken van de Mashiach. En daarom was de Haftarah, bijbeltekst, profetentekst na het lijnen, gewijd aan de komst van de Mashiach. En dan kunt die tekst natuurlijk in het Machzor terugvinden. En daar wil ik toch wel enkele gedachten met u delen, zoals dat de grote geleerde ons is gezegd. Als er over die Mashiach gesproken wordt, dan staat daar bijvoorbeeld Vahayat Zedek Ezor Motnav Vahemuna Ezor Galatzaf. Met gerechtigheid zijn zijn heupen omgooid en Gods geloof omgooid zijn middel. En dan is een boek, Shem Mishmuel, en die zegt het volgende. Vahemuna, dat geloof, ja, dat is eigenlijk de basis bij de Mashiach. En dat staat de Mashiach naar ons uit. Hoewel er tegelijkertijd staat dat op hem zal rusten, Ruach Hashem, de geest van God. Ruach Chochma Uvina, een geest van wijsheid en begrip. En toch, allerbelangrijkste, allersterkste bij hem is de Emuna. Het godsgeloof. Wat de mens ook, in dit geval de Mashiach, maar we leren daar ook uit dat het op ons kan slaan. Wat we ook kunnen begrijpen en wat we ook kunnen vatten. En wat we zelfs kunnen beredeneren dat het hoger is dan ons bevattingsvermogen. Maar waardoor we rechtop blijven en door kunnen gaan, dat is de Emuna. Dat is dat godsgeloof. En dat is natuurlijk met het oog op de toekomst ook zo bijzonder belangrijk. En dan voorspelt de profeet uit naam van God. Lo yareu, lo yashchitu b'chol har kotsi, ki mala'a ha'aretz de'a et Hashem, kamayim layam mechassim. Niemand zal kwaad doen en onheil stichten op heel mijn heilige berg, want de aarde zal vervuld zijn van Gods kennis, zoals water die zee bedekt. Ramban, het geleerde Nachmanides, die merkt hierop dat wat wij de verscheurende dieren noemen, de wilde dieren, oorspronkelijk geen verscheurende dieren waren. Dat zijn ze pas eigenlijk geworden na de zondvloed. Toen is hun natuur veranderd. Maar in de toekomst zullen ze weer worden wat het eens is geweest. Dat is loya reo ve loya schitu. Er zal geen kwaad meer gedaan worden en geen onheil worden gesticht. Want de hele wereld is vol van DA. DA wil ook niet alleen maar kennis zeggen, maar DNA is ook een uitdrukking van het gabroet, van samen zijn, verbondenheid. De wereld zal weer terugkeren naar die verbondenheid die er oorspronkelijk was. En dat slaat op de mensheid. En als het ware het dierenrijk nemen we daarin mee. En nog een gedachte, Yitav Lev, Umala Aha Aritz. Het land zal vol zijn. En met het land bedoelen we het aardse, het materiële. Ook dat zal helemaal vol zijn met kennis van God. Dat je het begrijpt en dat je het voelt. En dat je er helemaal doordrongen van zal zijn. En Haaretz, het land, wil niet zeggen alleen Joodse wereld, maar af omdat Haolam, ook die niet-Joodse wereld zal ook vervuld zijn en doordrongen van het bestaan en het leiderschap van Hashem. Dat lezen we allemaal
En dat doordenken we allemaal op de laatste dag van het schitterende feest. Chag HaMatzot, Chag HaPesach, Zman Gerutenu, het feest van onze bevrijding en het feest van onze vrijheid. Wie zijn die onze? Dat kunnen we horizontaal begrijpen. Onze, wat betreft het Joodse volk, wat betreft de mensheid. Maar het wordt ook uitgelegd als het ware verticaal. Als het ware dat Hashem ook de grenzen die hij zichzelf heeft gesteld, dat hij die opent. En dat het niet alleen voor ons, maar ook voor hem. En niet alleen voor hem, maar ook voor ons een werkelijke Gerutenu bevrijding zal zijn. Ik wens u een heel fijn Pesachfeest toe, zoals dat genoemd wordt. Pesach kasher v'sameach, kosher Pesach. Dat kosher is, daar komt er toch zoveel bij kijken. Maar tegelijkertijd sameach, een heel vrolijk Pesachfeest. En wel gebruikelijk om dan, als Pesach eenmaal voorbij is, om elkaar toe te wensen een gezonde zomer en nog heel veel gezonde en gelukkige jaren. Lustige leeuw, het is tijd dat u ons redt. Voer uw volk uit ballingschap, in Gaiuk verbannen lang. Geest en ziel, Jeruzalem, klinkt daar spoedig ons gezang. Ja, Rimba.